Hey YouTube en welkom bij weer een nieuwe video. Deze week laat ik jullie zien hoe ik de volledige herinrichting van mijn Juul Rio 180, die hier achter mij staat en jullie nu niet krijgen te zien, maar aan het eind van de video natuurlijk wel, heb gedaan. Ik neem jullie een beetje mee in het proces. Het is misschien soms een beetje een rommelige video, omdat het allemaal losse stukken zijn die ik heb opgenomen. Maar toch hoop ik dat jullie er wat aan hebben. Er zitten wat educatieve stukjes in, wat minder educatieve stukjes. Maar het eindresultaat, als je het mij vraagt, mag het er zijn. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. En ik hoop jullie ook. Kijk gezellig mee. Zo, hout is er al uit. De Valesneria is er grotendeels uit. De Javavaren is eruit. Dan wordt het een kale bende zoals je ziet. Hier heb ik nog wat restjes Javavaren en Anubias die ik nog heb gered van de baardalgendrama. Ga ik gewoon weer gebruiken in de bak, want dan gaat het vast weer mooi groeien als je ze mooi bemest. Maar voor nu is dit het. Zo, we zijn weer een paar dagen verder. Zoals je ziet, nog wat kaler. Ik heb hier een emmer met planten. En ik heb het hout er alvast ingelegd, zodat het kan inwateren. Ik heb wat water of wat troep afgeheveld daar. Mijn Cryptocorines, alle bladeren met baardalgen zoveel mogelijk verwijderd alvast. De Bolbitis, die is gigantisch geworden. Was ooit één heel klein stukje met twee takjes. Maar dan heb ik daar nog op de steen staan. Hier nog een flinke bos. Er zat heel veel baardalg op, heb ik ook verwijderd. En nou, morgen gaan we alles herplanten en verplaatsen. Kijken wat het wordt. Vandaag is het dan toch echt de dag. Ik ga het helemaal leeg trekken. Bodem schoonmaken. Het hout proberen zo te klemmen dat het blijft staan. En de plantjes plaatsen, even de scape proberen te maken, kijken wat werkt, kijken wat niet werkt, kijken welke plantjes ik nog wil bestellen. En ja, dat gaan we doen. Allereerst gaan we de Cryptocorines, en hier heb ik nog de Bolbitis hangen, en die gaan we uit de bak halen, zet ik hier in een bak met water bij de rest van mijn planten, zodat die nat blijven, vochtig blijven en niet uitdrogen. Alle slechte bladeren heb ik er veelal al afgehaald van de week, zoals jullie hebben kunnen zien. Ik ga kijken als ik nou echt nog slechte bladeren tegenkom met gaten erin of met veel baardalg erop, haal ik ze eraf en verder alles eruit. Hier zie je een hoop mos en losse troep, die ga ik opzuigen en dan gaan we kijken hoe we de inrichting willen hebben. De bak is leeg en zoals je ziet hier, dit is dat kleiachtige, dat zijn nog rootsticks. Easy Life Root Sticks die uit de bodem getrokken zijn. En je ziet hier allemaal die gele balletjes. Die gele balletjes komen uit mijn bodemcapsules die ik van Planted Box gebruik. Dat is ook voeding voor bij de wortels. Nou, je ziet hier wat slakkenhuisjes. Die balletjes kunnen overigens geen enkel kwaad. Die ga ik wel even afhevelen. Want het ziet er gewoon niet zo netjes uit. Ik ga ook heel mijn bodem even levelen. Hier zie je allerlei mosjes. Nou, dat is Java mos vooral en wat plantenresten. Eerst ga ik heel de bodem afhevelen, zodat het allemaal weer netjes is. En dan kunnen we aan de slag met de inrichting. Nou, ik denk dat het hem zo'n beetje wordt met het hout. Ik ga het hout nog wel herpositioneren, waarschijnlijk nog 30 keer. Maar het idee is dat de sponsfilters dadelijk een beetje verborgen zijn. Ik wil hier hoge planten zetten in de hoek. Die sponsfilters niet zo in het zicht zitten. Het hout ga ik nog wat plantjes opzetten, Bolbitis, Anubias, dat soort dingen. Ga ik even kijken wat tof is. Nu ga ik beginnen met de Cryptocorine. Dat is dit plantje, de Cryptocorine parva. Ik heb de wortels, die waren namelijk heel lang, zoals bijvoorbeeld bij even kijken, bij deze. Heb ik flink afgeknipt, plant gewoon wat makkelijker. Die wortels groeien wel weer aan. En gaan we erin zetten. Wat ik doe, ik duw met mijn vinger de grond in, heel het wortelstelsel, en dan woep, trek je ze een klein beetje omhoog, een beetje zand eromheen, en ik zorg dat de kroon, zeg maar, of dat het vanaf hier boven het zand blijft, dus dat alleen de wortels onder het zand zitten. Nou, en zo gaan we dat een beetje proberen te planten allemaal, kijken of het een beetje netjes staat. Ik wil deze hoek hier vrij houden, omdat hier ook het gat in mijn klep zit voor het voeren. En dan, ja, dan komen ze hierheen om te voeden, dus dan wil ik daar geen planten hebben staan. Dus deze hoek hier, die blijft leeg.
En zo ga ik eens kijken wat het wordt als ik hier cryptocorines neerzet. En dan kijken we wat we met de rest van de planten doen. Nou, de cryptocorines staan erin. Hier in het hoekje heb ik ze vooral gezet. Nu heb ik hier nog een paar slierten Vallisneria. Zoals jullie weten, heb ik jullie al verteld, hè, dat het weg is gesmolten toen ik er CO2 op had. En dat het nu weer heel goed is gaan doen. Kijk hoe lang die slierten zijn. Ik ga nu dus kijken of ik ze weer terug in de bak kan zetten en wat ze dan doen. Het kan zijn dat ze verslijmen en het dus niet goed gaan doen. Het kan zijn dat ze het prachtig gaan doen met de CO2 en de plantenvoeding. We gaan het zien. Ik ga ze hier achter in het hoekje zetten, denk ik. Of juist hier voorin. Daar ga ik even bedenken. Oké, de plannen zijn toch iets gewijzigd. De cryptocorine heb ik meer op één lijn geprobeerd te zetten. Het idee is dat dadelijk wat hogere planten, stengelplanten, op de achtergrond komen. Dat ik echt een opbouw krijg, zeg maar. Achterin hier, bij het hout, heb ik de Vallisneria gezet. Geeft een mooi effect. Nou nog alles op het hout plakken wat ik erop wil hebben. Ik heb nog Limnophila sessiliflora in de kogeltjesbak die ik hier ga plaatsen, denk ik. Zodat dat ook mooi een beetje afschermt van de sponsfilters. Mosje. Anubiasje. En dan nog wat groens en wat roods op de achtergrond. Kijken wat het wordt. Maar dan moet ik dat groen en dat rode moet ik nog bedenken. En dan moet ik nog gaan bestellen ook. Dus nou ja, dikke kans dat er nog van alles verandert voordat ik de uiteindelijke scape heb. Maar dit is voor zoals ik hem nu heb. Ik ga nu de bak even bijvullen. Filters weer aanzetten, etcetera. Kijken hoe het er dadelijk uitziet als de bak vol is. Nou, dit is dan voor nu even het voorlopige resultaat. Zoals ik al heb gezegd, achterin komen nog veel meer planten. Die ga ik nog bestellen. Je ziet dat het hout dat drijft nog een beetje. Dus dat laat ik. Daarom heb ik mijn water ook niet helemaal tot bovenin gevuld. Want dan kan het hout nog even inwateren. Als het goed ingewaterd is, dan ga ik er plantjes op plakken. En dan kunnen we hopelijk ook de andere planten bijplaatsen. De CO2, want ik heb hier de fles met de CO2. Ik kan alleen mijn diffuser nergens vinden, dus die moet ik nog even zoeken. CO2 aansluiten. Plantenvoeding bij de worteltjes moeten we nog gaan doen. Bij de cryptocorines en bij de Vallisneria. Die houden we graag van wat voeding bij de worteltjes. En ja, dan is dit het voor nu. Hopelijk snel weer verder. Inmiddels zijn we een week of drie later. Ik heb inmiddels planten besteld en ze zijn binnen. En niet zomaar binnen, want dit is sponsored content, zoals we dat noemen. Want Indy de Jong van Aquania.nl heeft mij maanden terug benaderd met de vraag: kan ik misschien een samenwerking met jou doen en wat planten sponsoren voor een van jouw bakken? Misschien leuk om een hele scape te maken met planten die je vanaf mij krijgt. Aangezien ik de Jewel Rio 180 opnieuw wilde gaan inrichten met planten, heeft het wat langer geduurd. Sorry daarvoor, Indy, maar ze zijn binnen. Ik heb ze hier. Het is een eerste start van de plantenbestand. Ik wil kijken hoe het eruit gaat zien als ik dit plant. En dan ga ik bepalen wat ik nog meer nodig heb en waar ik dat ga halen. Ik weet eerlijk gezegd niet exact wat erin zit. Ik heb wat planten besteld. Ik ben alweer vergeten wat. Wat groens, wat roods. We gaan het zien. En daar staat hij. De box. We gaan hem eens openmaken. Kijken of dat lukt met één hand. Ja, dat lukt. Ik had natuurlijk wel stiekem een beginnetje gemaakt. Ik heb de doos opengemaakt en het eerste wat dan opvalt is eigenlijk dit. Een groot lomp stuk plastic. En nou kan je denken, wat is dat nou voor niet professioneel verpakt pakketje? Zo kan je het zien, maar Indy heeft als missie om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken. Dus hij krijgt van allerlei, of de verpakkingsmaterialen waarin hij zijn planten geleverd krijgt. Verpakkingsmateriaal van bedrijven en dergelijke. Daarmee verpakt hij ze pakketjes. Volgens mij is dat een hele goede missie, een hele nobele missie. Goed voor het milieu. En hier zijn de plantjes die ik heb besteld. Kijken of ze willen focussen. Nee, dat willen ze niet. Het is de Alternantera rosaifolia, de Ludwigia repens mini superet, de Rotala rotundifolia en Australis stellata. Jammer dat het niet focust. Ik weet niet waarom. Maar we gaan ze eens uitpakken. De planten zitten in een mooie ziplock bag, waardoor het vocht in de tas blijft of in de zak blijft. En de plantjes dus mooi vochtig blijven en niet zoveel te lijden hebben onder het verzenden. Dus dat is tof. Ik weet al waarom hij niet focuste. Ik had de autofocus uitstaan. Dit is de Alternantera rosaifolia. Hartstikke mooi plantje. Hij is een beetje uit het potje gekomen, maar dat is natuurlijk geen probleem. Hij is vrij klein.
valt me op. Maar goed, de prijzen zijn er ook naar. Het is een hartstikke mooi plantje. En de bedoeling is natuurlijk om het zelf te gaan groeien. Waardoor ik het makkelijk kan gaan meervoudigen. Even kijken wat het volgende plantje in de rij is. Oh, wow, deze is uit zijn potje. Kijk dan, mooie rode kleur hoor. Ik ben heel benieuwd. Dit is de Ludwigia Repens Mini Super Red. Ook mooi rood plantje. Een van de rode planten gaat overigens bij de kogelvisjes komen. De andere is de bedoeling om hier in de bak te gaan zetten. Dan hebben we hier, wat hebben we hier? Nog een leeg bakje natuurlijk. En de Rotala Rotundifolia. Dat is ook nog een rode plant geloof ik, als ik het goed heb. Met rode stengeltjes. Deze die is wel een beetje van de leg. Die is niet meer in het houtwol. Of in het, wat zeg je, in het steenwol. Maar dat is niet zo erg, want dan moet het toch uit. Dus die heeft de verzending niet optimaal overleefd. Maar het plantje ziet er verder nog prima uit. Kijk, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Hè? Ja, hier wel een slechter blad. Nou, dit is niet het beste plantje. Deze heeft het niet glorieus doorstaan. Maar gaat vast helemaal goed komen. Eens ze in de bak staan. En hier de Australis stellata. Kijk, deze is best wel cool, hè? Ik vind het best wel een vet plantje. Daar ben ik heel benieuwd naar wat die gaat doen in mijn bak. Ik hoop dat het allemaal gaat groeien. Dat verschilt natuurlijk nogal per bak. Merk ik zelf. Dit zijn de plantjes die ik besteld heb. Nou, het is een beetje jammer van deze die, dat die uit het potje is gekomen helemaal. En dat er wat slechte bladeren aan zitten. Maar goed, het blijft levend spul. Dus wat dat betreft, Indy, super bedankt. En in principe ziet het er hartstikke keurig uit. En ik moet erbij zeggen, kijk eens op aquania.nl, want de prijzen zijn ook zeer schappelijk. Ik ga zorgen dat de plantjes nat komen te staan. Inmiddels zijn we 2 dagen verder. Ik heb de plantjes gewoon in mijn bak gezet. Dat kan je gewoon doen, hè? Kun je gerust doen. Laat ze niet zo staan voor altijd, want de steenwol die erbij zit is niet zo goed als die vissen die binnenkrijgen. Maar dit is wel een oplossing die ik vaak gebruik op het moment dat ik geen tijd heb om ze meteen te planten. Want druk gezinsleven, dus de plantjes staan hier. Ze zijn al inmiddels ook mooi richting het licht gaan groeien. Zo kun je ze veel beter zien hoe ze er dan daadwerkelijk uitzien dan dat je ze droog hebt. Hartstikke mooie plantjes. Ook deze die uit het potje was gekomen heb ik weer teruggezet in de steenwol. En dat komt helemaal goed met dat plantje. Vandaag gaan we ze daadwerkelijk planten in de bak. Nou, zoals je ziet, dat is een rommeltje. Mijn hout, dat drijft na 3 weken. Wat is het? 4, 5 weken misschien al. Ik weet niet eens hoe lang. Echt best wel veel weken, nog steeds. Daar gaan we nou dan maar echt eens een keer de mosjes en de anubias op plakken. En dan gaan we hem eens plaatsen. Wat wel leuk is om te zien trouwens, is dat de Vallisneria, ondanks dat ik inmiddels ook CO2 op de bak heb. En ik dacht dat de Vallisneria beïnvloedde, maar hier zie je allemaal uitlopers. De Vallisneria groeit als een tierenlier. Daar hangt mijn nieuwe diffuser van Planted Box. Dit is een pro diffuser, vele malen kleinere belletjes maakt hij dan de diffuser die ik in de kogelbak heb, ook van Planted Box. Zeker een aanrader, mocht je daar interesse in hebben, kijk hieronder mijn video, heb je een link naar Planted Box, kun je dit soort producten vinden. Ik ga lijmen. Daar ligt het stuk hout, dat komt ongeveer. Zo moet dat in de bak gaan komen, ik weet nog niet hoe precies. Maar op basis daarvan ga ik de plantjes erop lijmen. Wat gebruik ik daarvoor? Ik gebruik daarvoor deze. Ja, Bison Superglue Gel. Die gebruik ik daarvoor. Dat is op basis van cyanoacrylaat. Kan geen kwaad in het water. En zoals je ziet, ik heb hier allemaal hele kleine anubias soortjes. Die ik erop ga lijmen. Ik heb hier wat koraalmos die ik erop ga lijmen. En dan gaan we eens kijken of het wat wordt. Ben je nou benieuwd hoe dat precies werkt? Hoe je nog op andere manieren plantjes op je hout kan bevestigen? Kijk dan even op de video hierboven ergens. Daar leg ik het allemaal uit. Is al een oudere video, maar die doet de job. Hoef ik het nu niet meer uit te leggen. Nou, daar is hem dan. Met de mos, koraalmos. Daar, daar en daar. Anubiasjes. En nu kan die zo in de bak geplaatst worden. Om deze video ook nog wat educatieve waarde mee te geven, ga ik jullie laten zien hoe je nou zo'n plantje uit een potje het beste kan planten. Allereerst zit het in een plastic potje.
met een keramieke bodemsteentje en hout of houtwol, steenwol. Nou, hier is het mooie kaartje. Dit is de Australis stellata. Die trekken we er allereerst even uit. Oh, nou, die zit klem zoals je ziet. Tada. En daarachterop staat, kijk, dit is een middenzoneplant. Hartstikke handig om te weten natuurlijk. Maar deze bewaar ik eigenlijk altijd, zodat ik kan zien van, oh, welke plant heb ik nou in mijn bak. Dan, bij deze is het heel simpel, want deze zit er vrij los in. Pak het bij de plantjes, knijp er een beetje in. Dan komt er wat vocht uit. En dan kan je zo het houtwol of het steenwol ga ik weer scheiden van het bakje. En dan gaan we zoveel mogelijk van het hout, van het steenwol gaan we verwijderen. Dat is hierbij niet zo heel moeilijk. Kijk, je trekt hem eigenlijk al door midden. Dan blijven er wat worteltjes in achter. Is niet zo'n ramp. En tada, dan heb je hier allemaal, eigenlijk allemaal losse plantjes. Zie je dat? Dit is één plantje. En dan ga je dat zo uitpielen. En zorg je ervoor, kijk, dit is een heel klein plantje. Alle dode troep haal je er tussenuit als het ertussen zit. Kijk, op. En dan trekken we deze ook voorzichtig uit elkaar. Dat is een plantje. En dat is een plantje. Kijk, en zo heb je eigenlijk uit één zo'n potje, heb je 1, 2, 3, 4 en een mini plantje. Dus 5 plantjes. Oh, sorry. 5 plantjes. En wat je dan gaat doen is proberen, en dat kan, doe ik vaak met een tandenborstel of zo, of een bakje water waar ik het zo indep. Dan laat de steenwol laat al meer los, zodat je zoveel mogelijk steenwol verwijdert. Het meeste van de steenwol is nu verwijderd. En zoals je ziet, hebben ze allemaal wat worteltjes aan de bodem van de onderkant gekregen. En die worteltjes die gaan we mooi in de grond duwen. En zo plant je stengel voor stengel, niet te dicht op elkaar, dus niet in een bos. Want dan gaat het elkaar verstikken, maar ongeveer een centimeter uit elkaar. En dan kan je hem zo in een bosje bij elkaar plaatsen. Heb je nou per ongeluk een top of iets dat is afgebroken, maak je daar niet druk om. Maar maak de onderste helft van de top of het onderste stukje van de top, onderste paar centimeter kaal. Dat de plant geen bladeren meer heeft. En steek die gewoon in de grond, dan gaat hij vanzelf worteltjes aanmaken en zo vermenigvuldig je ook heel makkelijk je stengelplanten. Dus dat is een leuke tip. Ga ik ze nu in de bak plaatsen. In dit geval ga ik de plantjes planten met een pincet. Dit kan uiteraard ook gewoon met je vingers. Met een pincet maakt het net wat makkelijker. Heb je geen pincet tot je beschikking, geen probleem. Lekker doen met je vingertjes. Kijk, en we duwen hem in de grond. Liefst een beetje schuin. Dan trek je ze iets terug omhoog. En tadaa. Het iets omhoog trekken doe je zodat de worteltjes mooi naar beneden wijzen. En zo ga je de plantjes eigenlijk net een stukje uit elkaar planten. Kijk, hier is een heel inimietje. Maar die zetten ze ongeveer een centimeter uit elkaar. Dan krijg je een mooi bosje planten bij elkaar. Niet te dicht op elkaar dus, want dan gaat het allemaal verstikken. Zet het ook niet op een rechte rij, want dat ziet er ook onnatuurlijk uit. Ik probeer altijd een beetje een soort slalom te maken. Dus een beetje, als je één rechte lijn trekt en daaromheen zet je ze zeg maar in schuine lijntjes om elkaar heen. En waarom steken ze nou een beetje schuin in de grond? Nou, dat probeer ik te doen omdat, zeker als je corridorrasjes hebt of andere bodembewoners, dan kan het zijn dat ze anders de planten makkelijk eruit woelen. En dat wil je natuurlijk voorkomen, want dan blijven ze herplanten. Ze hebben gewoon even nodig om zichzelf goed te kunnen wortelen. Nou, ik denk dat ik het voor nu even zo laat. Oh, ik heb hier nog een heel kleintje. En dan gaan we de rest van de planten ook maar eens in de bak zetten. En dit is het uiteindelijke resultaat. Zoals je ziet heb ik hiervoor heel veel Cryptocorine parva staan. Ik heb 6 plantjes besteld nog bij een andere webshop omdat Aquania de parva niet had. Die heb ik helemaal uit elkaar getrokken en dat is allemaal dit stuk.
Al dat lage, zeg maar, dat kleine, dat heb ik allemaal gekocht. Er waren 6 plantjes. Nou, daar heb ik er denk ik wel een stuk of 20 van kunnen maken. En hier heb ik nog de wat hogere cryptocoryne. Dat is plantjes uit mijn kogelbak. Die heb ik ook uit elkaar getrokken. Dus heel veel cryptocoryne parva. Ik ben er erg content mee. Dit moet natuurlijk allemaal nog mooi gaan groeien. De CO2 heb ik wat opgeschroefd. Die zie je daar hangen, de diffuser. En verder, ja, de Alternanthera rosaifolia volgens mij. De Stellata. Ik ben de naam kwijt. Maar alle plantjes staan er in ieder geval weer in. Ik heb hem weer lekker voorbereid op het einde van deze video. Maar ik ben heel erg blij. De Vallisneria doet het nog steeds als een razende roeland. Nu hopen dat ik alles mooi in balans krijg. Want ik heb nog wat veel algjes die op de vooruit komen zo af en toe. Nu is hij natuurlijk mooi schoon. Maar ja, je ziet het hier op de zijwand ook. Hè. Zijwanden laat ik altijd fel worden. Maar ik heb veel algen. Of tenminste veel donkere algen. Rood algen lijkt het. Maar dat is niet zo erg. Ik wil vooral gewoon zorgen dat deze bak heel mooi wordt. De planten beginnen aan te slaan. De plant daar, de Stellata, die doet het al mooi. En de andere planten beginnen nu ook langzaam aan te slaan. Hier heb ik overigens allemaal de planted box crypto bijgestopt. De planted box crypto, dat zijn voedingscapsules. Die stop je in de bodem bij je plantjes die het nodig hebben. Want cryptocoryne die voeden graag ook wat via de bodem. En daar stop je ze dan bij. En dan gaan ze heerlijk op groeien. En één keer in de zoveel tijd stop ik daar weer nieuwe capsules van in de grond. Al met al ben ik zeer tevreden en ik ben heel benieuwd, zo aan het einde van deze video, wat jullie van deze bak gaan vinden. Dus laat het me hier onder in de comments even weten.